die fotoshoot, weet je wel, waar ik die jack aan met die bril. Daar had ik kleding aan, jongen. Oh. En ik had zelf een paarse broek aan ook, volgens mij. Nou, echt. Ik ben Lasse Schöne en dit is mijn Style Transformation. Het is een hoodie van voor. Een hele jonge Lasse in ieder geval. Nee, ik zou het niet snel weer aantrekken in een joggingbroek met een vest op die manier. Nee, dat zou ik niet weer aantrekken. Nee, draag je nu meer wat nettere kleding? Ook, nou ik draag wel joggingpakken en zo, maar dat is meer dan wel met een hoodie erbij of zo. Maar zo met een vest, dat zou ik niet snel weer doen. Die jas heb ik nog steeds. Nou, dat is wel, dit zou ik nog steeds wel aantrekken. Die jas vind ik nog steeds heel leuk. En ik zie gewoon een zwarte broek en een witte t-shirt en een jack erboven. Dat draag ik nog steeds. Als je één item in je kast zou moeten opnoemen waar je niet zonder kan, wat zou dat dan zijn? Mijn leren jackjes. Wat mijn eerste reactie is. Ja, een pak moet wel goed zitten. Hij moet wel echt precies bij de vorm van je lichaam passen. Dus dit vind ik op zich wel oké. Okay. Dit zou ik niet dagelijks aan, maar dit zou ik wel dragen. Ja. Dit vind ik wel. Met boots eronder, dat vind ik prima. Heb je een stijl-icoon? Heb ik een stijl-icoon? Ja. Nou, ik heb wel één van vroeger, dat is wel heel cliché, maar ik vind James Dean bijvoorbeeld, dat vind ik wel echt een. Hij is wel een cool iemand. Ja, dit is een. Het is voor het werk, dit is onze werkpak. En dit was bij Ajax inderdaad. En ik vind die. Dit is een prima pak. Ik rol altijd wel graag mijn mouwen over. Vooral onder een. Als je een gilet aan. Dus ik zie wel dat stropdas iets strak had gemogen, maar... En als profvoetballer heb je wellicht sponsorships gehad met merken toen je bij clubs speelde. Hoe ervaarde je dat? Veranderd je stijl dan? Nee, mijn stijl veranderde in die zin niet echt. Die is meer veranderd eigenlijk door de jaren heen, dat je wat ouder wordt natuurlijk. En ik denk niet dat die nu zoveel zou gaan veranderen, kijk, dit is voor het werk natuurlijk, dit is gewoon bij Ajax en dan iedereen heeft dan hetzelfde pak aan. En hoe zou je jezelf vroeger omschrijven ten opzichte van nu? Heel vroeger was ik wel een skaterboy. Ik kon ook vrij goed skateboarden vroeger. En op een gegeven moment als je toch wat ouder wordt en ook met het voetbal, ja, dat is niet zo verstandig als je van trappen afvliegt. Ja, dus dat moet een keer wel stoppen. Dus daar ben ik daar wel mee gestopt. En en toen verander je stijl ook. Waar heb je deze foto van? Dit was een fotoshoot van. Dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet. Dit was een fotoshoot. Zo zou ik niet snel over straat lopen. Ja, het is gewoon een nette colbert, dus dat kan wel. Maar. Nee, zo met de blote basta rond, dan loop je niet snel over straat. Dus soms moet je van die dingen doen. Het is niet dat ik heel erg van de fotoshoots ben, maar dit was op zich wel een mooie. En de foto's kwamen wel heel goed uit. Maar zo over straat, dat gaat me iets te ver. Ja, goede trui zie ik. Dit was voor een belangrijke Champions League wedstrijd. En toen zat ik gewoon lekker in de tuin. In het zonnetje met een kopje koffie en ik trok een voorhoodie aan. Eén paar schoenen dragen voor de rest van je leven. Welke schoenen zou je? Oh. Vans, denk ik. Gewoon een hele simpele. De Vans, daar kun je bij veel aan en ze lopen lekker. En, dus dat zou het toch wel zijn, denk ik. Dan heb ik die Vans aan, zie ik. Dit was in Italië, volgens mij. En die was gewoon lekker aan het strand. En dit draag ik ook nog steeds gewoon, leren jekken. En we zaten natuurlijk hier
in Italië. En ik heb natuurlijk wel bepaalde verwachtingen van Italië, zo'n modeland. En ik dacht, als je dan kleedkamer inkomt, weer iedereen mooie kleertjes aan. En misschien zelf een pak, weet je wel. Dat is toch die idee heb je. Maar dat was absoluut niet zo. Dit viel wel heel erg tegen. Qua mode. Gewoon voor mijn teamgenoten. Ja, ik had niet het gevoel dat ze echt hun eigen smaak hadden. Ik had een beetje het gevoel dat zij kochten maar wat een beetje in hun straatje paste, zeg maar. Ik ben wel heel erg van het zwart. Ik heb wel heel veel zwart aan. En hier toevallig niet. Dat is wel uniek, denk ik. Maar goed, met lekker weer in Italië, soms een wat vrolijke kleuren, dat is natuurlijk ook fijn. Maar dit zou ik ook nog wel dragen. Eén merk aan te doen. Wat merk zou dat dan zijn? Dat zou Celine zijn. Waarom? Vroeger was het Saint Laurent, maar doordat die... Dat ontwerper is naar Celine gegaan en is daar een mannenlijn begonnen. Heeft daar eigenlijk een beetje zijn smaak daar meegenomen. Dat sprak me heel erg aan. Ik vind zijn kleding heel tof. Kijk, Saint Laurent is nog steeds ook heel leuk. Maar Celine is toch voor mij is toch het merk waar ik het... Als ik één merk mocht uitkiezen, zou het altijd wel zijn, ja. Dit is... volgens mij zou ik zie je zelf met onze grote vriend Jordi op terras. Dit was in de zomer dit is wel uniek ook, want hier heb ik een lichte broek, spijkerbroek aan. Dat heb ik eigenlijk bijna nooit. Ik heb altijd zwarte spijkerbroek aan. dit was ook in Italië. En dit dat was volgens mij zo'n paparazzi foto in Portofino, was ik met mijn gezin. Hij was bloedheet. En hetzelfde t-shirt als nu, dat is toevallig. En in de zomer, je ziet wel weer dat het zwart is, maar korte broek met een t-shirt, fans en hoge sokken, dat doe ik wel graag. Dat trek ik er graag aan in de zomer. Dat trek ik graag. Wel belangrijk dat de korte broek boven de knieën uitvallen, dat vind ik wel belangrijk. Maar ik heb niet zo lange benen, dus als de korte broeken te lang zijn, ja, dan lijk ik wel eens te kleiner. Dus dat is wel belangrijk voor mij dan. Dit is niet zo heel lang geleden, maar hebben we net over die broek. Die heb ik nog thuis liggen, die leerde korte broek. Maar die, volgens mij is de enige keer die ik aan heb. Ja, hij is net te lang. Ik liep heel vroeger wel heel veel op Converse schoenen. Dit was Doos in Nijmegen. Dit is inderdaad ook niet lang. Ja, dat zou ik zo weer aantrekken. Een wijde pantalon. Die muts zou ik niet snel weer zo dragen. Kijk, weer gewoon een t-shirt met een leren jack, dat zou ik zo weer doen. Maar die muts op die manier dragen, daar ben ik misschien ook net even te oud voor. Wat is je ergste fashion blunder? Oh, ongetwijfeld. Kijk, als je vroegere foto's kijkt, dan denk ik ook, wat doe ik hier? Als je zo ziet met die muts zo, dan denk je ook van ja, waarom? Weet je, ik zou het niet snel weer doen, maar ja, dat heb je. Je moet ook leren en je leert ook voor je fouten. En gelukkig zijn er vroeger niet zoveel foto's gemaakt. Maar gelukkig zit de pet in ieder geval de goede kant op nu. Dat scheelt al. Met mijn zoon zie ik in een reuzenrad, denk ik, in Haarlem. Dit zou ik ook wel weer aantrekken. Dit is gewoon een blouse. Een donkergroene blouse, inderdaad, met een pet, dat zou ik zo weer aantrekken. En qua je kapsels, wat is het gekste kapsel wat je ooit hebt gehad? Ik hoop niet dat die foto straks komt, maar ik heb hele gekke kapsels gehad. Ik ben wel iemand die van nieuwe dingen houdt, ook qua haar. En
Mijn moeder is kapster, dus vroeger had ik helemaal gekke kleuren en dat soort dingen. Nou ja, zag, een tijd geleden heb ik mijn haar helemaal wit geverfd. En ik heb door de jaren wel gekke kapsels gehad. En ook zoals ik net zei, als ik terugdenk, denk ik van, had ik beter niet kunnen doen. En ja, ik doe regelmatig wel iets nieuws, ja. die t-shirt zou ik weer aantrekken. Die bril niet snel. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Ik heb die stijl bril heb ik niet zoveel mee meer. Dus niet dat het slecht is, maar ik zou nu voor andere brillen kiezen, laten we het zo zeggen. En ja, ik heb een tijdje toch geprobeerd met die hoeden. Eigenlijk heel lang, een hele tijd geleden. Maar, en in de zomer is het prima, op vakantie en zo, maar dat, nee, dat draag ik eigenlijk nooit. Hoe lang is dit? Nou, dat is gelukkig lang geleden. Dat was een van de eerste fotoshoot die ik had toen ik bij Ajax kwam. En alles wat je hier ziet, zou ik niet weer aantrekken. Dit is wel heel jammer. Dit was een verplicht nummertje, moet ik even zeggen. Dit is mijn vrijgezellenfeest. Toen gingen we naar Ibiza. En ja, daar heb je weinig te zeggen natuurlijk. Dus hier moest ik die fantastische t-shirt aan waar de Ibiza op stond. Hij was ook veel te klein. Super strak. En ja, die moest ik de hele dag aan. Hoe zie je stijl in de toekomst? Ik denk niet dat hij heel veel gaat veranderen. Ik ben nu zo op leeftijd dat het de laatste jaren eigenlijk allemaal wel een beetje hetzelfde is gebleven. En, dus ik denk niet dat er heel veel gaat veranderen. Misschien het leuk zou zijn dat ik iets meer kleuren in mijn kast zou toevoegen. Maar ik weet niet of dat erin zit. Ik ben heel erg van naar het zwart en wit. Oké. Zal ik hem meenemen hier naar de stoel of niet? Dat is makkelijker, hè? Nou ja, ik heb voor... kleur zwart, voor een verrassing. Nee, deze pantalon vind ik wel heel tof. En, die kan ook mijn laarzen of als je hem wat korter maakt inderdaad met fans en witte sokken of zo. Maar ja, dit vind ik wel een mooi item, ja. Dus dat wordt hem. Dankjewel. Alsjeblieft.